Door het Merwedekanaal tussen Utrecht en Amsterdam voer deze dagen een van de schepen die door het Nederlandse Rode Kruis zijn gehuurd om enige honderden chronische invaliden een week vakantie te bezorgen. Aan boord bevonden zich 80 zieken voor wie de zesdaagse boottocht was begonnen in Rotterdam. Via Utrecht, Amsterdam, Kampen, Doesburg en Vreeswijk zouden ze weer naar Rotterdam terugkeren. Voor deze patiënten die 5 jaar of langer bedlegerig zijn, betekent zo'n bootreis een gelegenheid om een paar dagen lang te genieten van het wisselende Nederlandse landschap en om al dus de muren van hun ziekenkamer te vergeten. De meesten hunner zijn thuisliggende patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Met behulp van een kapspiegel kon deze dame zowel aan bakboord als aan stuurboordzijde genieten van het passerende landschap. Het Nederlandse Rode Kruis heeft in dit voorjaar en voor de komende zomer 15 boottochten voor invaliden georganiseerd. Het is een van de betrekkelijk kleine onderdelen van het veelomvattende werk van deze nationale instelling. Ongeveer 1200 mensen danken hieraan een week van onbetaalbare afleiding.